Oussama, allereerst van harte gefeliciteerd met je basisdebuut natuurlijk voor FC Emmen. Je was in de wedstrijd gelijk belangrijk met een assist op de late treffer van Jeroen Veldmaten. Hoe kijk je zelf terug op dit mooie moment? Natuurlijk trots en blij dat ik mijn basisdebuut heb mogen maken. En vooral trots op de 3 punten die we mee hebben genomen. Ja, en natuurlijk gelijk belangrijk met een assist. Kan je nog goed voor de geest halen hoe de goal tot stand kwam? Jesse nam de corner. Ik liep richting de eerste paal, zag de bal aankomen en het enige wat ik dacht is deze moet ik koppen. En ik flankte hem goed door en Jeroen stond er goed bij de tweede paal, die knikte hem in. Ja, natuurlijk hele belangrijke 3 punten. Als we even naar jouzelf kijken, sinds begin van dit jaar nieuw bij FC Emmen. Hoe bevallen de eerste maanden hier? Het bevalt goed. Ik denk dat we een goede selectie hebben. Voor mijn gevoel gaat het lekker. Mijn ontwikkeling gaat goed. Dus ik wil deze stijgende lijn doorpakken. Ja, mooi en goed om te horen. Aankomende zaterdag is Roda JC tegenstander. Een geduchte concurrent, neem ik aan. Klopt. Ik denk dat het een open wedstrijd wordt. Maar we moeten gewoon voor de volle 3 punten gaan. En dat gaan we doen zaterdag. Dus je verwacht ook een duidelijke overwinning, neem ik aan. Wij gaan ons best doen. En we gaan er alles voor doen om de 3 punten mee naar Emmen te nemen. Het gaat wel lastig worden, want Roda JC is ook een prima ploeg in de keukenkampioendivisie. Maar we gaan zeker ons best doen. En we gaan niet om te verliezen daar naartoe. Bedankt.